snow. Koudekerk. Vrije trap, die valt zomaar binnen. En dan staat het 1-1, het is Niel Petersen. Goedenavond en leuk dat jullie weer kijken naar deze speciale aflevering van FC Afkikken. FC Interland eigenlijk, hè, zoals we dat doen in de Interlandweken. We gaan het komende uur gaan we het Interlandvoetbal en de kwalificatiewedstrijden die er nog op het programma staan en al zijn gespeeld, gaan we lekker met jullie doornemen. Ik zeg we, want dat doe ik uiteraard met jou, hè, Jordi Amali, mijn grote vriend. We zijn er weer. Ja, normaal doe ik het met een biertje, maar ik heb nu maar wat antidepressief heen gegooid voor deze uitzending. Ja, werd je slecht wakker vanochtend? Nou ja, het is wel de ene klap na de andere klap. Hè. Meestal met dubbel paspoortje kom je wel goed weg met die WK's, maar er zit helemaal niks in voor mij. Ja, sowieso. Kijk, we zitten natuurlijk niet heel erg lekker, want ja, Nederland, Turkije, Ierland voor Niel. Ja, morgen op de schop. Mensen die zich afvragen waar Niel is, Niel zit huilend boven. Hè? Dus, ja, dat... van de spanning, van de zenuw, ja, morgen wel. Maar daar gaan we het zo over hebben. Laten we beginnen met het Nederlands zelf. Nederlands elftal, ja. Misschien moeten we zeggen Zweden, want het begon natuurlijk gisteravond om 6 uur al. Ja, zo doe je dat, hè, als je doelpunten nodig hebt. Dan krijg je Luxemburg op bezoek, dat is natuurlijk hun mazzel. Luxemburg heeft ja, dat ene wondertje wat dan één keer in de zoveel tijd kan gebeuren, hebben ze in Frankrijk al gehad. Maar ja, een ploeg met vertrouwen, die ramt erachter in. De ene was mooier dan de andere, moet ik nog zeggen. Ja, zeker. Met name die van Toivonen, hè, die maakte een fantastische goal. Maar sowieso, stel het was 3-4-0 geworden, dan was het nog steeds natuurlijk voor het Nederlands zelf al verschrikkelijk lastig geworden. Want nu moeten ze er 7 maken, meen ik. Ja, 7. Ja. Nee, ja, officieel zijn we nog niet uitgeschakeld. Dus, zoals Rob bij de vorige Interland zei, tot de laatste mogelijkheid. Nee, ja, kom. Ja, en toch viel het me juist op dat Robbe gisteren zei van, dat is bijna onmogelijk. Dat gaat niet meer lukken. Ja, toch wel fijn, dat hij enigszins realisme heeft op dit moment. Ja, het grootste probleem, want kijk, met een 3-4-0, dat kan nog wel eens op een hele goede dag. Zeker als je gisteren dat Wit-Rusland van de kaart speelt, zeg maar, dat je dat een goed gevoel geeft. Maar ja, deze wedstrijd was verschrikkelijk en dat had echt misschien wel 2-2 moeten zijn in plaats 3-1. Ja, nou, dat viel me ook op dat Arjen Robben zei van ja, 1-3 in zo'n wedstrijd, we moeten nederig zijn als Nederlands voetbal. Nou ben ik wel met de meeste dat we natuurlijk niet meer de grote voetbalnatie zijn die we ooit zijn geweest. Maar je kan je toch niet verschuilen achter het resultaat, want het was natuurlijk wel gewoon heel slecht. Ja, het was echt heel slecht. Ik ben er nog voor één keer dan nog maar voor gaan zitten. Ik ben na een half uurtje, want we moesten nog eten, ben ik de keuken ingegaan om te koken, dat ik het nog half hoorde. Maar het was echt verschrikkelijk slecht gewoon. En ja, dan is ook wel een beetje de misvatting. Ik begrijp natuurlijk dat iedereen het Arjen Robben van harte gunt. En zich daar nog een beetje achter probeert te verschuilen. Maar ja, moeten we heel eerlijk zijn, was hij niet misschien een van de slechtste gisteren op dat veld? Ik vond hem niet beter dan anderen. Normaal was hij nog wel een spaarzaam lichtpuntje. Maar er werd zo weinig gecreëerd. En ook op het moment dat er gewoon nog volgas gescoord moest worden, vond ik Advocaat ook niet echt dat je denkt van, weet je, dan haalt hij op een gegeven moment een aanvaller uit en zet hij er een aanvaller in. Dan denk ik, ja, je moet toch totaal de dood of de gladio spelen. Maar misschien tekent dat al wel het feit dat ze er misschien ook niet echt meer rekening mee houden. Ik moet wel zeggen dat ik al die wedstrijden die allemaal niet zo goed waren, de Bulgarije uit, was misschien tactisch technisch nog wat minder dan dit duel. Maar ik had nu voor het eerst, want bij al die, dan heb je toch altijd het stemmetje in je hoofd die een excuusje zoekt van, nou ja, misschien een andere trainer van buitenaf. Ik had gisteren wel echt het idee, we zijn er gewoon even voorlopig klaar. Er is niks wat meer uit deze jongens gaat halen. Het zit niet in deze groep. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want kijk, als je ziet zoals gisteren, jij zei terecht van het zou misschien wel 2-2 moeten zijn geweest. Ja. Maar ook met dit team hoor je Wit-Rusland kleurenblind te spelen, toch? Ook al heb je niet zo'n denderend elftal. Maar dit zijn allemaal jongens die wel gewoon bij serieuze clubs zitten. En tuurlijk, het is niet wat we gewend zijn, weet je wel? Welke jongens moet je voortborduren
dat je met in ieder geval, nou, laten we zeggen met een goede coach of een andere coach, dat er nog wat te halen valt. Nou, er zijn toch in elke linie wel een paar jongens die bij hun club fantastisch doen en in het Nederlands elftal uit. Bijvoorbeeld zo'n Wijnaldum gisteren, bijna niet gezien. Alles ging langzaam heen. Nee. Dat ligt deels aan hemzelf, denk ik, maar ook natuurlijk dat hij niet echt wordt aangespeeld. Maar bij Liverpool is hij wekelijks het mannetje. We hebben het al zo vaak aangehaald, ook in FC Duitsland. Eén iemand op dat middenveld moet het brein zijn. En die hebben we niet. En dan ben ik het er mee eens natuurlijk. Strootman, Wijnaldum, De Roon. Dat zijn gewoon jongens van een respectabel niveau. Wie weet als Klaassen weer een beetje in vorm komt. Maar alle ontbreekt dat creatieve brein. Ja, dus dat is een beetje het gemis. Daley Blind is van een bepaald niveau, maar de rest van de verdediging niet. Terwijl centraal, ja, misschien met Virgil van Dijk heb je er twee. Ja. En dan voorin, hè? Ik vond het ook, ja, maar ik vond het ook jammer, of tenminste, niet jammer, maar je hoopt er stiekem nog een beetje op. Dan denk je na die 8-0 ook van, nou, dat wordt het niet meer. En nu hou je dus mathematisch nog die kans, maar komende dinsdag gaat het natuurlijk nergens om. Of je moet echt heel snel scoren en zijn rode kaart pakken of zo. Maar ik kan me gezien de ervaring van de Zweden ook niet voorstellen dat zij dit nog weg gaan geven, toch? Nee, en ik denk ook, je moest deze al heel veel scoren. Dus laat staan, als het tegen Wit-Rusland al gewoon met hakken over de sloot is, dan gaat het tegen deze Zweden in bloedvorm met hartstikke veel zelfvertrouwen, gaat dat helemaal niks worden. Frankrijk, benauwde overwinning. Ja, die hebben toch een beetje een trauma, hè, met Bulgarije, doordat ze daar in 1993 misten ze het WK94 door er tegen Bulgarije uit te gaan. Bulgarije had ook thuis nog niet verloren. Nee, zeker niet. En natuurlijk, Frankrijk heeft het ook niet zo denderend gedaan de laatste weken. Of de laatste weken, de laatste maanden. Verloren in Zweden. Dus ze hebben eigenlijk alleen tegen Nederland echt overtuigd. Ja. Met inderdaad beschamende gelijkspel tegen Luxemburg. Maar ze zijn geplaatst. Ja, ik denk toch mooi, want ik beschouw Frankrijk als een van de grote favorieten voor komend jaar. Maar geef je Zweden een goede kans in de play-off? Ik weet niet of zij geplaatst zijn of niet. Nee. Kijk, als zij een Portugal-Zwitserland, waar we het nu over gaan hebben, gaan loten, dan kan het nog wel eens heel lastig worden. Want als we in Pool B gaan kijken, dan zijn er eigenlijk twee ploegen die gigantisch bovenuit steken. Ja, de Portugezen en de Zwitsers. Nog wel, ik weet niet of dat qua cijfertjes zo is, maar ik had natuurlijk verwacht dat de Spanje-Italië-pool zo eruit zou komen te zien. Maar deze nog meer Pool B natuurlijk. Zwitserland, ja, stop maar niet. Hè. Dat is in de kwalificaties is dat al tijden heel goed bezig. Alleen ja, Portugal die heeft nog steeds de touwtjes in handen, want die hebben een dusdanig goed doelsaldo. Ja. Dat ze het in het mooiste, ja, het lijkt altijd alsof ze bij de UEFA dat een beetje vooruitzien. Die loten dan Portugal-Zwitserland als laatste potje. Ja, maar wat ik ook wel mooi vind is zeg maar, of nou mooi, het is eigenlijk mooier in andere pools waarin het best wel gelijkwaardig is. Dat is in sommige pools waar we zo nog op komen, zijn er toch 3 of 4 ploegen die nog meestrijden tot op het laatst. En hierbij is gewoon van meet af aan is al duidelijk dat het tussen Zwitserland en Portugal gaat. Portugal heeft 1 verloren, dat is uit bij Zwitserland. En ja, nu krijgen ze inderdaad thuis. Ja, ik ben benieuwd. Ze hadden het toch een beetje lastig, hè? Uit bij Andorra, dat was wel heel raar. 0-2, ze gingen erheen met een speciaal vliegtuig, want de landingsbaan was te kort voor hun eigen vliegtuig. Ja. Met van die propellers. Ja, ik denk, ze hebben best wel, wat ik altijd een beetje knap vind van die ploegen met heel veel sterren, ze hebben best wel veel gegeven tegen de Faroe-eilanden, Andorra thuis en dat soort dingen. Dus het, ja, misschien wel gewoon het moment nu van de competities, qua club, zeg maar, dat ze dachten van, nou ja, prima. En tegelijk hebben ze toch weer Cristiano nodig die ze moet komen redden in de tweede helft. We gaan straks natuurlijk naar Zuid-Amerika en ja, de Messi Cristiano. Laten we daar. Er is één groot verschil en dat is wat deze jongen doet voor zijn nationale ploeg. Maar goed, komende week Portugal-Zwitserland. Portugal winnen. Ik denk het ook. Dat gaat Cristiano dus nooit eens eentje doen. Maar dit gaat hem gewoon. Ook omdat ik Zwitserland, los van de schitterende resultaten, ik kan me niet voorstellen dat zij in echt grote wedstrijden ook zo'n denderende prestatie gaan leveren. Nee. Nee, dit zou nog zomaar is doordat zeg maar, dat ze bij die toernooi erbij staan, dat ze aan de goede kant zijn. Iemand die je zou kunnen willen loten met die play-offs, als ze tweede worden uiteindelijk. Maar ja, ik moet wel zeggen, misschien omdat ze dan zo gedemotiveerd en bang zijn, omdat ze natuurlijk al van meet af aan een kop staan. Ja. Dat kan dan ook wel, dan ga je er heel anders in dan wanneer je maar je ziet nog steeds wel wat je misschien, als je bijvoorbeeld zometeen naar de pool gaat, je kan nog steeds wel geluk hebben met dat loten als je een beetje hoog staat, want de rest heeft slecht gepresteerd, maar het zijn ook wel echt matige landen. Want je kon er wel redelijk uittekenen deze pool, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, wat ik zei, het is dusdanig voorspelbaar. Als je naar pool C gaat, ja, dat is eigenlijk ook allemaal al lang en breed beslist. Maar misschien toch niet helemaal zoals ik het verwacht had.
Noord-Ierland, toch verrassend overtuigend door. Met twee landen als Tsjechië en Noorwegen. Ja. Die natuurlijk ook een stuk van hun status hebben verloren. Maar die en ik Noorwegen wel vooral. Hè? Want Tsjechië hebben we natuurlijk vrij recent allemaal nog gezien. Voor de EK-kwalificatie staan ze natuurlijk bij Nederland in de pool en met Turkije. Toen was het, zag je al dat het echt ver van het oude niveau is verwijderd. En bij Noorwegen is die ondergang al veel eerder ingezet. Ja, die komen er niet bovenop, zeg maar. En ja, dat is misschien wel een beetje in de toekomst kijken voor ons. Ja, nou ja, ja. De voetbalnaties van wel in. Nou, is Noorwegen is dat natuurlijk een opleving destijds geweest. Maar Tsjechië is toch altijd wel een gerenommeerde ploeg geweest. Maar ja, het zit er gewoon niet in. Noord-Ierland is oprecht beter dan deze twee landen. En ja, dat hebben ze gelukkig weer laten zien, want ja, we krijgen weer een Will Grigg. Ja, misschien wel op een opruim. Ik heb al lang niks meer van hem gehoord, maar goed. Ja, Duitsland, de soevereinheid. Ja, niks op af te dringen. En nog steeds Amin Younes, hè? Amin Younes, ja. Dat had ik niet verwacht. Nee, ik moet zeggen dat ik daar best wel gezien... kan hij natuurlijk niet als individu wat aan doen, maar collectief gezien, als je bij Ajax, als je hem een beetje in de gaten blijft houden... Er zijn betere Duitsers op dit moment. Ja, we kijken dan wel eens naar de Bundesliga, zeg maar, dan zien we heel wat meer vooruit. Maar hij zit zometeen gewoon weer op de bank bij de wedstrijd van vanavond. Als we dan in Pool D gaan kijken, ja, dat noemden ze net al even, hè, de Ieren van Niel. Ja, er staat een geweldige kraker op de laatste speeldag op het programma met Wales tegen Ierland. En iemand die daar alles van weet is onze speciale correspondent Kelkwin Kieran. Kelkwin, good evening. Evening, guys. How's things? Yeah, very well, very well. What do you think about the match of tomorrow, is it? Yeah, tomorrow 7:45 in Cardiff City, of course, Republic of Ireland taking Wales, and Wales without Gareth Bale, so we're pretty hopeful. And after the results gone our way tonight with Scotland drawing 1-1 with 2-2 sorry, with Slovenia, of course it's winner takes all match, so Ireland win and then we're hopefully in the playoffs. Although we do have some absentees ourselves with Jonathan Walters out. And of course, it's always worrying when your striker is not scoring goals. With Shane Long have not scored a goal in over nearly 250 days or 24 matches for club and country. So it's a little bit worrying. But of course, we're delighted to also see Northern Ireland qualify this evening after the results went our way. So they play Norway tonight, but it's a bit of a dead heat because they've qualified for the playoffs. And congratulations to Northern Ireland, of course. How much weaker is Wales without Bale? Yeah, absolutely, absolutely. Because Wales is their star man, but they still have some really, really good players. Joe Allen, Hale Robson-Kanu, the young, talented Ben Woodburn, really, really good Liverpool player. Kid, yeah. But of course, the fullbacks are, you know, fullbacks when Gareth Bale isn't playing, fullbacks going to be more confident getting forward a lot more when Bale isn't playing. So we're really hopeful tomorrow evening. And Aaron Ramsey, is he playing? Aaron Ramsey, of course. Yeah, Aaron Ramsey's going to be playing. So again, another really good addition to their team. I think one of the main concerns is yellow cards. Ireland have several players and they missed the playoffs, and Wales are the same. So it's going to be a really cagey affair. I think it'll be really tight. Of course, a draw wouldn't really suit either team if Serbia beat Georgia. So it's a winner-takes-all match. After we beat Moldova 2-0 on Friday night, and of course Wales beat Georgia, it's really set up nicely for tomorrow night. How about history-wise, Kelkwin? Is Ireland in advantage on Wales? Or yeah? It's absolutely split because they've played 14 times. Ireland have won 5, Wales have won 5, and they've drawn 3 times. Of course, the last time the two teams played, it also finished 0-0 in the Aviva Stadium in Dublin, and Neil Taylor got sent off in the second half after an horrendous tackle on Seamus Coleman. Oh, yeah. I remember. Yeah, so I remember. Really, really terrible tight challenge. Yeah. Of course, yeah. Oh, yeah, there was a terrible challenge. Kelkwin, can you say anything to Neil to make him a little bit calmer for tomorrow night? Or do you think it's going to be Wales? I think you can always be calm when you've got a player like James McLean in your team. Fantastic aggression, spirit. He wears his heart on his sleeve. So I think any team that has James McLean in their team can go in confident, quietly confident. Thank you for your time, Kelkwin, and hope to speak later to you. We wish you luck. We wish you very good luck. Thank you. Bye. Cheers. Schakelen gewoon zo over naar andere talen, dat doen we ook gewoon. Ja, dat doen we ook gewoon. Ja, natuurlijk. Geen enkele moeite mee. Heb jij een voorkeur? Wales-Ierland?
Kijk, ik gun het Niel van harte. Maar... Oh, jij bent die persoon? Dat ben ik, ja. Nee, maar laat ik dat even vooropstellen trouwens. Ik ben heel erg blij verrast met Servië. Ja. Die natuurlijk vorig jaar onder Dick Advocaat historisch slecht presteerde. Ik zie een parallel. Huh? Ik zie een parallel. Nee, jij zegt het. Dat zou te makkelijk zijn. Echt, om die toen onderaan te zien bungelen. En die waren alleen maar met randzaken bezig, met drones. En er werd niet meer gevoetbald. En nu is dat een goede sterke mix. En natuurlijk een pool waarin ze vroegen met twee vingers in de neus. Maar ja, nu moest het toch maar even blijken. En Oostenrijk, hè, ook wel door mij een beetje als dark horse betiteld in Frankrijk. Ja. Tegenvallend. Ja, in Frankrijk al tegenvallend. En ja. Daarna niet veel beter. Maar om nog even antwoord te geven op je vraag. Ik wil Bale op het WK zien. En tegelijk heb ik meer met de Ieren als land, zeg maar. Ja. Dus ja. Ze doen maar. Ik hoop in ieder geval op een fantastische wedstrijd. En ik ben vooral te neutraal om te zeggen van, het moet deze kant opvallen. Nee, ik heb net die slotfase. Misschien dat ik nog een totentje in ga vullen. Dat ik dan in één keer gigantisch voor één van beide landen. Maar ik kan het maar haast. Ik heb net die slotfase gezien van Schotland de laatste 10 minuten. En ja, dat verwacht je nu van beide partijen op het veld. Dus in ieder geval hoop ik inderdaad dat we goed gaan genieten van... veel hoge ballen, lange ballen. Dat zal waarschijnlijk wel goed komen gezien de beide teams. Als we dan naar pool 1 gaan kijken, er werd net gespeeld, hè? Ja. De Denen onder andere tegen de Roemenen. En Christian Eriksen, hij flikte het weer. Fenomeen. Ja. En toch komen ze, tenminste, weet je, Roemenië speelt voor niks behalve de eer. Natuurlijk wel de nieuwe trainer aangesteld, Cosmin Contra. Vroeger een zeer respectabel rechtsback. Die wilde een resultaatje boeken. Dat vind ik toch slordig, denk ik. Ja, misschien zit je met... Dat mee te luisteren dat Polen voor staat. Maar ja, ik weet niet. 1-1 tegen 10 man, werd het nog? Nee, dat is niet heel, heel best. En ik denk dat dat een beetje aantoont. Die Denen kunnen echt wel voetballen. Dat is voor de toekomst. Ja, 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 als je gaat kijken naar de jongens die zij hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een Dolberg hebben ze nog lopen achter de hand. Ze hebben, hoe heet die jongen nou? Yusuf Palsen van Leipzig natuurlijk. Christian Eriksen die nog heel wat jaartjes mee kan. En dan heb ik er nog maar 3 genoemd. Dus ik zie dat wel rooskleurig. Ik wil niet zeggen dat er weer zo'n gouden generatie aankomt als ze in de jaren 90 hadden. Maar nee. Dat met de Stiek Tuftings. Ja. Nou ja. Dat waren wel fenomenen. Ja, nou ja, het was blij dat er ook een paar technische rondliepen inderdaad. Want de Tuftings moet je van houden, zeg maar. Ja. En ja, de Polen, knap. Ik blijft gewoon, ja, Lewandowski is daar de grote man. All-time topscorer nu van het Poolse nationale elftal. Ja, ik vind de cijfers vind ik heel indrukwekkend eigenlijk waarmee ze zich geplaatst hebben. Hebben het zichzelf nog een beetje lastig gemaakt door dat potje te verliezen, volgens mij, de vorige rondes. Ja. Maar hele sterke, stabiele ploeg met Zielinski. Die kennen wij natuurlijk vanuit de Serie A. Hij is een hele fijne voetballer. Ja, gaan we ook weer een assistje vanavond. Grosicki zag ik weer een doelpunt maken. Die kan ook altijd lekker een bal raken. Ja, en dit is de grote man natuurlijk. Hè. Dit was voor vanavond trouwens, dus dat klopt niet helemaal meer. Maar fantastisch. Als je in zo'n team zo'n record kan halen, dat vind ik waanzinnig knap. Ja. En dan verder in de pool, Montenegro. Dat is zo'n land wat natuurlijk een jaar of 10 geleden ontstaan is. En dat moet dan altijd een beetje zijn plek eerst vinden. Hè? Want dat is vaak dan een afsplitsing van een ander nationaal elftal. Het was Servië en Montenegro. Maar alle grote spelers in dat team waren toch eigenlijk wel Serviërs, hè? Op Vucinicna. Ja. Nu hebben ze er wel een paar natuurlijk, met Jovetic ook, nog geblesseerd geraakt. En ze waren heel sterk begonnen, want eigenlijk volgens mij voor deze ronde stonden zij er hartstikke goed voor. Maar ze hadden natuurlijk wel een lastig schema nog. En ik vond het vooral jammer. Ik heb een reportage gezien bij Copa 90, geloof ik. En er is nogal vurig publiek die daarachter staat. En die willen ook echt zichzelf op de kaart zetten. Ze hebben van de week natuurlijk de kraken met Denemarken. Toen had het moeten gebeuren. En dan waren ze er ook geweest in feite. Maar dat mocht niet zo zijn. Als we dan naar de volgende pool gaan kijken, Engeland. Ik hoorde jou voor de uitzending al even zeggen, boring England. Ja, het schijnt. er is nogal wat kritiek over. Maar ja, elke kwalificatie de laatste paar jaar gaat met twee vingers in de neus, toch? Ja, nee, zeker. Ja. En ik zag al mensen op de tribune met een World Cup. Ze wonnen natuurlijk van de week. In de laatste minuut Harry Kane. Vandaag ook weer vrij gemakkelijk. De laatste twee wereldkampioenschappen gingen naar het land waar Pep Guardiola actief is. Laten we ze opschrijven. Als City hem er niet uittrapt. Ik kan het me haast niet voorstellen. Maar als we natuurlijk één wedstrijd moeten benadrukken, dat was net, hè. We hebben naar zitten kijken, Slovenië-Schotland. Ja.
De Schotten tot het laatst, alles gegeven, oorlog maken. Wij zeiden nog, denk ik, terecht dat Snodgrass niet speelt. Ja, heel vreemd. Maar het was voornamelijk de kritiek, las ik nog net even na de wedstrijd. Want dan komt natuurlijk de mooiste rants vlak na zo'n deceptie. Zijn er overigens voor de vijfde keer op rij niet bij een WK. Maar zij speelden van de week heel goed en hadden toch wel een soort niet verwacht succesje tegen Slowakije met die overwinning. Beetje geholpen door die domme rode kaart van Slowakije. Maar hij heeft de opstelling op een aantal posities gewijzigd. En dat iedereen vraagt zich af, waarom zou je dat in godsnaam doen als je zo'n moeilijke wedstrijd als Slowakije goed doorheen komt? Want ja, Slovenië, ik zei tegen jou, ik vind altijd dat ze wel een paar sowieso op het middenveld leuke spelers hebben. Maar als geheel is het niet echt heel indrukwekkend. En als dit dan je laatste kans was, ja, dan is het zonde. Maar Strekken echt uit dode positie deden ze ineens weer mee. Dus wel credits voor dat. Ja, laten we hopen dat Schotland, tenminste dat hoop ik persoonlijk. We hopen al jaren dat ze zich weer een keer gaan plaatsen voor een eindtoernooi. Nou ja, dat moet dan op het EK maar gebeuren. Want daarbij is het echt knap als je niet plaatst. Ze hadden vorig jaar of twee jaar terug hadden ze heel erg pech met die loting. Zaten ze bij Duitsland en Ierland in de kwalificatie. Ja. En misschien dan over twee jaar dat we ze weer op kunnen schrijven. Maar goed, laten we doorgaan naar Pool G. Toch misschien wel de pool des doods, zou je op voorhand zeggen. Spanje en Italië. Ja. Ja, Spanje heeft Italië van zich afgeslagen en daar is het een beetje oorlog. Goedenavond, Willem Haak. Hele goede avond. Alles goed? Ja, met ons altijd. En met jou ook? Ja, gelukkig. Alles goed. Alleen met Italië wat minder, zoals jullie al zeiden. Ja, Italië-Macedonië. Dat ging mis. Ja, nou ja, de 1-1 die eigenlijk de druppel was die de emmer deed overlopen. Want Ventura was al eigenlijk vol onder druk na de Nederland tegen Spanje. En de wanvertoning tegen Israël, die ze wel met 1-0 wonnen. Eergisteren zat de druk er al vol op. En werd eigenlijk gelijk gespeeld tegen Macedonië. Wat echt een hele matige ploeg is. Maar ja, Italië op dit moment ook met deze bondscoach. Die zijn plek lijkt te gaan verliezen binnenkort. Heeft dat te maken met het sinds kort vrijkomen van Ancelotti? Want sindsdien wordt er wel veel om zijn naam geschreven, geroepen? Dat niet per se. Het is gewoon een trainer, Ventura, die nog nooit bij een grote ploeg heeft getraind. En ook bij Italië dat eigenlijk laat zien. Want hij heeft de spelers niet onder controle. Die hebben eergisteren na de wedstrijd tegen Macedonië ook al zonder hem vergaderd. En hij speelt elke wedstrijd goed. Met een... Nee, dat is nooit goed. En hij heeft zelfs al contact moeten hebben met het bestuur van de Italiaanse bond. Dus ik denk dat hij morgen nog wel op de bank zit. Maar daar is echt alles aan gelegen dat Italië die overtuigend wint om Ventura nog bij de playoffs op de bank te hebben, denk ik. Ja, je zegt onder vuur. Hij staat, ja, als ik het zo hoor, eigenlijk al met één been buiten. Maar vind je niet dat de hele opinie wat te streng voor hem is? Want ze staan tweede in een pool achter Spanje. 9 wedstrijden, 20 punten. Het is natuurlijk niet zaligmakend. Maar doet hij het echt zo slecht? Of spelen er meer dingen? Nou ja, het is zo dat hij tegen Spanje, toen ze met 3-0 verloren, dat was een aantal weken geleden, met een 4-2-4 formatie aantrad. En dat is eigenlijk een belachelijke opstelling. Tegen middenveld van Spanje, waar ze die liepen er gewoon overheen, zeg maar. Direct daarna was er kritiek en schreven de kranten dat er tijd was voor je eerherstel tegen Israël. Dat lukte niet. En ook gisteren, tegen Macedonië, ging het ook al helemaal mis. Formatie klopte niet. Hij speelde met Verdi op rechtsbuiten. Dat is een speler die bij Bologna leuk doet, maar nog niet klaar is voor het nationale elftal, denk ik. En met Gagliardini, die bij Inter dit seizoen vele op de bank zit en er eigenlijk niets van bakt. En ook bij Italië tegen Macedonië gewoon echt niets van bakt. En zijn pasen kwamen niet aan en speelde slordig. En hij hoort op dit moment zeker niet thuis in het A-elftal van een van de beste voetballanden van Europa, wat Italië behoort te zijn en wil zijn. Maar vlak daarvoor had de selectie natuurlijk veel te maken met afzeggingen en blessures en zo. Wordt hem daar niet dan een beetje oogje dichtknepen? Het is niet dat hij ze zelf meteen had opgeroepen, toch? Deze jongens die kritiek krijgen. Weet je wat het is? Hij heeft opinie ook niet mee. Nee. Aan de andere kant selecteert hij ook spelers structureel niet die er wel bij horen te zitten. De meest schijnende voorbeeld is Jorginho. Die kennen jullie wel van Napoli. Die speelt daar elke week als regisseur op het middenveld. En zou ook bij Italië een speler kunnen zijn die de lijntjes uitzet. En dat Macedonië in de basis kunnen spelen. Werd niet opgeroepen en op dit moment is ook Brazilië aan hem aan het trekken. Nou, dat zijn kleine irritaties bij de bond en ook bij het Italiaanse volk. Die gewoon op een gegeven moment opstapelen. En zeker als ze dan gelijk spelen tegen Macedonië. Dan gaan de kranten los. Je kent ze wel. Die doen het in de Italiaanse competitie ook altijd. Laat staan bij het nationale elftal, waarbij ze er direct vol overheen klap. En al hebben gezegd dat de handen van...
Ventura eigenlijk aan heen zijn gebonden. Willem, laatste vraag. Stel nou Ventura vliegt er een deze dagen uit. Wie moet het dan overnemen voor die cruciale... Ja, dan is er eigenlijk maar één man die het zou moeten overnemen. Dat is Carlo Ancelotti. Alleen ik denk niet dat hij er op dit moment instapt tijdens de playoffs. Dus dan ga je al denken aan namen als Di Biagio. Of toch wel kleinere trainers die het nu voor een paar potjes willen doen. Misschien tijdens het EK, tijdens het WK dat willen gaan doen. En daarna plaats willen maken voor de grote man, voor Carlito Ancelotti. Die Italië weer groots kan maken in plaats van deze provinciale coach van Torino overkwam. Ik hoor het. Een voetbalcrisis is niet alleen iets Nederlands weer met Willem Haak. Dankjewel voor je tijd en we spreken je vast snel weer. We spreken elkaar. Yes, ja. Yes. Doei. Wel pijnlijk. Ja, nee, maar veel. Ik hoor ook veel dingetjes natuurlijk. Nou moet ik zeggen dat de lichting die eraan komt bij Italië wel iets beter is dan onze lichting. Maar in de puntjes waar het op dit moment op fout gaat, ja, dat zijn wel herkenbare dingen, denk ik, toch? Ja, met het verschil dat inderdaad, had het net over die 4-2-4-formatie, bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Spanje, wat totale zelfmoord was. Het verschil is wel dat hij nog wel een team heeft waar heel veel uit te halen is, denk ik. En inderdaad ook jongens die hij niet oproept. Ja, bij ons is de spoeling gewoon heel dun. Ik denk dat dat bij hun een stuk minder het geval is. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe lang Ancelotti zo'n periode zou willen doen. Ik denk dat het misschien wel juist verstandig is om iemand voor de lange termijn vaststellen, omdat er zoveel talent is, maar die moet ook wel, zeg maar, echt nog zijn plaats vinden op dat niveau. Dus ja, misschien is zo'n trainer van Jong Italië niet eens zo heel gek gedacht. Ja, die zal een hoop van de jongens ook goed kennen, neem ik aan. Ja, Spanje, kunnen die nog gebruik maken van een aantal jongens in Rusland? Daar willen ze nog gebruik maken van een aantal jongens. Hè? We hebben van de week Piqué de training op zien komen. Je werd gigantisch uitgefloten. Ja, ik vind je hebt zoveel moeite mee. Van die volwassen mensen die er met een bordje staan. Oh, weet je, hij is toch de backbone van al het succes samen met Ramos. Dat is toch juist als voetballiefhebber, meer symbolisch wordt het toch niet dat die twee... Ja, het speelt al langer. Tijdens die Spanje-Italië werd hij ook gigantisch uitgefloten. Die wedstrijd werd gespeeld in Bernabeu natuurlijk, in het hart van Madrid. En het is vooral pijnlijk hoe het allemaal loopt. En dan gaat zijn vrouw ook nog eens bij hem weg. Ja. In ieder geval zijn graf op elkaar af. Maar goed, dat geheel terzijde. En Liechtenstein ook dit jaar er weer niet in geslaagd punten te pakken. Dat is toch... Nee, maar die komen er wel aan. Ja, geen voetbalcrisis in Liechtenstein? Er zit een onder 11 zit daar aan te komen, jongen. Dat duurt nog heel lang. Dat gaan we gigantisch in de gaten houden. Maar laten we lekker doorgaan naar de volgende pool. Pool H, ik denk de leukste wedstrijd van deze week. Oh, absoluut. Bosnië tegen België. Ik had het graag met een andere uitslag gezien. Mede omdat de Belgen er al waren, maar petje af voor hun... zijn een beetje zo, ja, ze doen altijd wel hun best in die kwalificatiereeks. Petje af voor de scoringsdrift van Thomas Meunier ook weer. Ja. Hij flikt het niet alleen tegen Gibraltar. We zagen ook nog Dario Dumic scoren. Ja, hartstikke leuk. Die zat er gewoon nog bij. Ondanks dat hij volgens mij niet al te veel speelminuten maakt bij jouw club. Nee, zeker niet. Maar misschien zegt dat ook wel wat je over dit Bosnië kan zeggen. De verschillen zijn te groot. Want hij staat naast een Kolasinac. Ja. Die natuurlijk bij Arsenal speelt. Voorin een van de beste spitsen ter wereld. En ze kunnen die lijn toch niet helemaal doortrekken. Pjanic natuurlijk een fantastische speler op middenveld. Maar het is te weinig van dat en iets te veel kan hij doen, denk ik. Dus, maar fantastische wedstrijd. We zagen Vertonghen nog even goed in de fout gaan. Hè? Die gaat nu record international worden. Ja, hele mooie prestatie op zijn 30ste. Nee, absoluut waar. Ik maak me altijd een beetje zorgen om zo, omdat zij altijd een beetje als backs daar rouleerden en dat soort dingen. Maar dat lijkt me een prima speler voor zo'n record international. Ja, en dan de Grieken. De Grieken zijn een beetje terug, hè? Ja. Die zijn heel lang weg geweest, maar ja. Het was meer een beetje de tekort. Op voorhand had ik Bosnië op 2 gezet, zeg maar. Maar dat heeft, uiteindelijk hebben die Grieken het een beetje... En die mochten dan het laatste potje tegen Cyprus spelen. Nou ja, die spelen wel mee. Nee, maar goed, Griekenland-Bosnië, het kan natuurlijk nog, hè? Dus ja. Wie hoop je dan? Sowieso Bosnië. Ja, dat is dom. Toch wel? Het bestaan geen domme vragen, maar ik heb niks met die Grieken. Nee, Turk en Grieken, dat ligt niet de beste combinatie. Nou, in ieder geval ook naast Wales, Ierland in ieder geval nog een fantastische pot om naar uit te kijken deze week. En als we dan in Pool I gaan kijken, ja, dan komen we gelijk bij jou Turkije. Zef, wat is er allemaal misgegaan? IJsland gaan we het zo nog over hebben, maar... Ja, zo goed als alles. Ik had het al een plekje gegeven, want het ging heel slecht met Turks voetbal. En daar was daar ineens de overwinning na de belachelijke wedstrijd bij Oekraïne, was daar ineens de overwinning op Kroatië. Omdat
dat had niet zoveel met ons te maken, maar meer met het ingestorte Kroatië, wat nu gewoon plek 1 uit handen heeft gegeven, omdat die thuis gelijk spelen tegen Finland. Bizar. En daarvoor 2 keer hebben verloren. Ja, het is echt... In Turkije is er heel veel aan de hand en ik heb het idee dat de korte opleving, dat iedereen weer massaal met de Turkse elftal meeleefde, dat iedereen weer zoiets heeft van, weet je wat, ik ga lekker naar mijn Beşiktaş, ik ga lekker naar mijn Fener, ik ga lekker naar mijn Galla. Je kunt het allemaal bekijken daar. Daar gaat het wel redelijk goed allemaal. Arda is de gebeten hond. Had afscheid genomen, had gevochten met de journalist. In genade aangenomen, Lucescu, de nieuwe bondscoach, is er naartoe gevlogen naar Barcelona om hem te smeken om terug te komen. Voor de wedstrijd uitgefloten, tijdens de wedstrijd uitgefloten. En toen ging hij met een glimlach van het veld af toen het 3-0 stond voor de IJslanders. Ja, nou, nu kan hij beter even wegblijven, denk ik. Ja, maar je noemde al even de naam van trainer Mircea Lucescu. Toch een legendarische naam in het Turkse voetbal, de Roemeen. Hij heeft jouw Galla natuurlijk heel veel succes gegeven. Heel veel succes gegeven. Voor het geboorte duurt natuurlijk op Terim, die hij nu mocht vervangen. Ja, 100 jaar bij Shakhtar gezeten. Het Turkse volk is dat vooral een beetje zat. Juist omdat het goed gaat, leuk gaat met de clubs nu. Dat heeft heel veel te maken met de injecties van buitenlandse spelers. En ja, de Turken houden nooit zo van de voetbalwaarheden, zeg maar. Ja, de Turkse jongens kunnen op dit moment niet meekomen met niveau. Dus al die buitenlanders, de Gomis'en, de Babels, weet je, de Vincent Janssen, die brengen het niveau omhoog van die competitie. En dan zegt Lucescu, loopt alleen maar, ja, ik kreeg geen 3 Turken oproepen van 1 club. Ja, is ons probleem niet. Dan ga je, ze hem opleiden. En ook wel een tikkeltje hypocriet, aangezien hij natuurlijk jaren met veel succes Shakhtar heeft gewerkt. Shakhtar met 11 Brazilianen speelde. Ja, precies. Als hij de 12 kon stellen, had hij het ook gedaan. Ja, dus iedereen heeft zoiets van, waar maak je nou druk om? En dan weet je, het knappe eeuwig van IJsland. Je ziet gisteren een lijst voorkomen waar die jongens voetballen. Dat is Bristol, dat is Burnley. Je schaamt je de bal uit je broek. Maar ja, die doen het wel gewoon altijd, constant. Ja, want Turkije-IJsland 0-3 was het echt zo pijnlijk als de uitslag deed vermoeden. Ja, er was er echt geen seconde geloof in. IJsland scoorde vrij snel en eigenlijk was daarmee het al geknakt. Ja, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk wel Turks eigen om dan vlak naar dat fluitsignaal toe dat je denkt, nou ja, weet je, vanavond winnen is toch wel lekker. En dan in acht nemen, dat je gewoon eerst had gestaan, hè? Want dan was Kroatië, die was eronder geschoven. Ja, nu doe je niet meer mee. Ja, heel pijnlijk. En nog een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Ja, IJsland moet thuis tegen Kosovo. Ja, dat gaat niet meer mis. Dat gaat niet mis. Dat is niet best. Maar Oekraïne-Kroatië, je noemde het al even. De Kroaten gigantisch afgezakt. Jij hebt deze pool een beetje gevolgd. In mijn ogen heeft Kroatië 2 keer zoveel kwaliteit als Oekraïne. Die toch wel heel erg leunen op een Jarmolenko bijvoorbeeld. Ja, alleen ik heb tijdens deze groepsfase Levchenko veel gesproken over Oekraïne. Dus daar hebben we wel redelijk bij in die wedstrijd ook. Maar ik weet niet, zeg maar, de achtergrond waarom dat Kroatië in 1 keer is ingestort. Want dat is echt problematisch. Want ja, die komen gewoon niet tot 3 kansen tegen Finland op dit moment. Dus wat daar aan de hand is, op voorhand zeg je Kroatië gaat alsnog die play-off in. Maar ik geef Oekraïne op dit moment de betere papieren. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ik vind toch een WK zonder de Kroaten. Dat zou ik wel heel jammer vinden. Ik vind dat altijd een fantastische ploeg. Sowieso als je naar dat middenveld kijkt. Naar de opties die zij hebben. Hè, met Rakitic, Kovacic, Brozovic, Perisic. Ja, dat vergeet ik nog een paar, weet je wel. Maar dat is echt gewoon zo'n mooi voetballand. Het is hartstikke fijn voetbal. Ik moet wel zeggen, wij zijn toen bij die wedstrijd geweest natuurlijk. Turkije, Kroatië. Achterin... hebben ze al een tijdje. Nou, Sunna heeft natuurlijk die problemen opgelopen met de doping. En Versalco bij Atletico. Maar dat zijn misschien. Domagoj Vidić staat al zoveel jaar daar centraal achterin. Daar ontbreekt misschien wel de klasse die ze op het middenveld wel hebben. Maar ja, dat is ook wel zo'n exceptionele klasse. Ik wou net zeggen, dat zijn een hele hoop landen zijn daar jaloers op. Als we dan gaan kijken naar. Europa hebben we nu al gezien. Want in mijn ogen gaat het deze week. Ik kijk veel meer eigenlijk naar een. Zuid-Amerikaanse onderrondjes. De Zuid-Amerikaanse kwalificatie. En daarvoor hebben wij contact met Jack Lang. Jack, is dit de weirdest World Cup qualification campaign you've seen for a while? Yeah, it's certainly very tight. We've had all rounds, but just one round remaining on Tuesday night. There's still a lot of teams still in the mix. It mathematically could hardly be more tight, really. So we've had Brazil starting terribly, but then rescuing their campaign completely with 9 wins in a row, qualifying early. Apart from that, no one's actually technically through yet, although Uruguay really will have to do something amazingly bad not to go through.
But below them, 2 points separate five teams. It's going to be an unbelievably exciting night on Tuesday night, and plenty of drama still to come, I'm sure. What was the biggest change for Brazil to turn it around? I mean, just the quality of the manager, I think, is something that they've been looking for a while. So I was disappointed, really, but all the way back in 2013-14, before the World Cup, when they went back to Luis Felipe Scolari, I didn't think that was the right choice then. The fact that they went back to Dunga for a second time after that was an unbelievable decision, I think. So for me, it's just having a coach in Chicha who is a little bit more forward-thinking, a bit more modern, more open to new ideas. I think he's given the squad plenty of belief. Tactically, they're a little bit more attacking, a bit smarter. And I just think the way he treats his players, there's a real kind of family atmosphere in the team, which wasn't there before under Dunga. Dunga is a very, you know, he's a general, whereas Chichi is more of a professor, you might say. So yes. I think mentality is the main thing. Yeah. Speaking of Brazil, you already mentioned it. They had an epic run of many wins, a win streak. After that, they drew in Colombia and last week in Bolivia. Was this just another example of how difficult it is to play in Bolivia? Yeah, I don't think anyone's really panicking with this. So Bolivia, a very hard team to beat, especially in La Paz at altitude. Neymar afterwards described the conditions as inhumane, which gives you an idea of just how tough the effects of that altitude are on the human body. And Brazil actually played very well. They passed the ball nicely. They had many, many chances to score. They just chose a day when the Bolivia keeper was unbelievable, Carlos Lampe. He made 11 saves, two really great chances for Gabriel Jesus, the goalkeeper managed to save. On another day, Brazil could have won 2-3-0. So I don't think anyone is really being too concerned about that. Losing against Chile would do something to their fierce rivals, Argentina. Are they willing to, or are they just going to play their best? Yeah, look, I mean, Brazil don't like Argentina and vice versa. That's no secret. But Brazil also have a very strong history of World Cup qualifiers at home that they're looking to preserve. So Brazil have actually never lost a qualifier on home soil. Obviously, they know that Chile winning would harm their biggest rivals, but I can't see any way they're going to go lightly on them. There'll probably be a bit of rotation just to give squad players a chance, but you know, for Chile, it's a real tough task beating Brazil in Brazil because no one's ever done it. But how tough is the task for Argentina? Because they only won 3 times, I guess, in the history away at Ecuador? Yeah, really tough. Again, altitude is a factor. And the thing is, at the moment with Argentina, you know, if they win this, people will say, oh, they'll maybe win the playoff. But at the moment with this Argentina team, it's hard to imagine how they're going to make an easy game of any game. They're playing so badly. So at home against Peru, not an easy game. Peru have been very good recently, but it's still a game you'd expect them to win. They really didn't look like dominating that game ever. A lot of possession, but no cutting edge. And in Ecuador, like Ecuador aren't the best team in the qualifying group for sure. They've got an outside chance of going through, but Argentina just, they make problems for themselves at the moment. So Ecuador really looking to take advantage of that. I think it could be a really tough night for Argentina. Yeah, what do you think of the choices Sampaoli made for the match against Peru? Because he played with Gago, was a little bit injured. Benedetto wasn't playing that well as well. It was all about Messi. What do you think about that? Because they have so much quality. Yeah, it's a very bizarre situation. Like anyone thinking about Argentina can make a mental list very quickly of the attackers they've got, and it's a fantastic list. But you know, Aguero was injured, fair enough. Higuain not in the squad, which again is bizarre. Then you've got Icardi with a minor injury. He was on the bench, but he wasn't deemed fit enough to start, so he goes with Darío Benedetto, who's a local hero, but he'd only played once for his country before, and really he did look out of his depth. The thing that I found especially strange on the evening was the way the substitutions went. So he changed midfielders. He brought Gago on off the bench. Gago very unlucky to get injured a few minutes later. So he had to make another sub, bring him off. And when he could have brought on Paulo Dybala or even Icardi, even if he wasn't fully fit, he replaces him with another central midfielder. So at the end of the game, in a game they desperately need to win, need to score, you've got Icardi on the bench, Dybala, like two of the most formed players in Italy, sat on the bench.
And up front, Lionel Messi desperately trying. He had a great, great game, but there was no help for anyone else. Speaking of another country who thought they were already at the World Cup, Colombia, how did they manage to mess it up in the dying seconds of the match against Paraguay? I mean, I'm sure that even they couldn't tell you. I was watching another game at the time, but I watched highlights afterwards with Colombian commentary, and the commentator just sounded like he was going to jump off a cliff when these goals went in. Because with a win, they were qualified, I guess? Yeah, they were going to be through, and when Falcao, it took them a while to take the lead, so Falcao only scored in with 10 minutes to go. So they'd waited a long time to make the breakthrough at the nervy evening. So when Falcao scored, I guess everyone relaxed into it. They felt, okay, we've got this done now. But then definitely one major error from David Ospina, the Arsenal goalkeeper, on the first goal, came out to claim a high ball, made a complete mess of it. And then even the second goal for Paraguay was a little bit of a mess. Like, the cross came in from the right, he really should have held it, dropped it straight at the feet of the attacker. That, you know, these things happen, but for it to happen twice in a few minutes on home soil when you think you're already through, and they're actually in real trouble now, they've probably got one of the toughest tasks of all. Can we get a small, it's a huge question, but a small prediction: will Argentina be in Russia? I'm looking at it now, I'm looking at the numbers. I think Argentina might just make the playoff. Okay. I don't think they're going to get... I can see... They're lucky with the Peru-Colombia fixture. Very lucky with that, and the fact that Chile are in Brazil. So I think at least one of those results might do them a big favour, and I think they'll sneak into the playoffs. Yeah, Jordi already mentioned Peru. That's not a name we in Europe thought of as an outsider before the World Cup qualification. How good are they? They're really a really nice team. They've been very well organised by the manager, Ricardo Gareca. It's not a team full of stars, and you look at their squad list and there aren't that many recognisable players. The one for European fans maybe is Paulo Guerrero, who used to play for Bayern Munich, a kind of a talismanic target man up front. But the rest of the team, made up of a lot of youngsters, a lot of homegrown players, a lot of like 22, 23-year-olds in the squad, and they're very motivated, very well organized. In Argentina, they were defending for long, long periods, but they never panicked. And even when they got a chance to come out, they passed the ball out really calmly. So they don't just always lob it forward. They work their way through the little tight spaces. They're a nice team to watch, actually. And I think it's difficult because it all comes down to that last fixture. But I'm sure if you would have offered them a draw in Argentina and for it to still be in their own hands on the last day at home, they probably would have taken that. So I would love to see them at the World Cup. They haven't been there since 82. So it's a team we don't see very much on that stage. I think it would be really a real nice change. Oh, it will be so interesting. I think it's Tuesday night. Yeah. Yeah, I will stay awake for it. Jack, thank you for your time. And we're going to watch with big interest to the qualification. Right. Thank you for your time. All right, thank you. Bye. Ja, echt waanzinnig, hè? Want normaal, tenminste, ik volg het niet helemaal op de voet. Je weet, Brazilië en Argentinië, die plaatsen zich altijd wel. En dan zien we wel wie erbij krijgen. Ja, Uruguay, Paraguay, Colombia. Ja, Argentinië. Ja. Ik mag toch hopen dat ze zich gewoon gaan kwalificeren. Laatste WK-finalist. Ja, dat heel pijnlijk. Ja, Peru. Out of the box. Ja. Wordt Argentinië misschien beter van zonder Messi te spelen? Nee. Nee? Nee. Nee, niet, dat kan je niet. Kijk, ik vergelijk het een beetje met de situatie bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain. Ja. Waar ze met Ibrahimovic speelden. Toen ging hij weg. Toen werd er wel heel anders gevoetbald. Dat ben ik met je eens. Maar het is wel een speler. Je kan altijd op zijn klassenflits rekenen. Want hij is bij Argentinië niet zo goed als dat hij bij Barcelona altijd is. Maar hij heeft nog steeds echt prima cijfers. Als het gewoon overal gaat kijken. Zeker wel. Maar we hadden het vrijdag bij die vrijdagmiddagborrel ook over. Het probleem bij Argentinië is misschien wel meer het goede tijden, slechte tijden gehalte dan het kwalitatieve op het veld, zeg maar. En dat heb je dan misschien wel een keer. Want kijk, alles wordt aan die jongen verbonden. Dat is zijn vriend, dat is niet zijn vriend. Hij kiest de trainer, hij heeft deze trainer niet gekozen. Er zit altijd een stempel over van wat zijn aandeel is in deze beslissing. Dat heeft zo'n soort van impact. Weet je, hij is veel te goed als voetballer om te zeggen van, nou, we hebben hem niet nodig. Maar je krijgt wel een heel andere dynamiek in zo'n groep.
Denk ik. Maar ja, misschien moet je dan wel gewoon compleet wachten tot deze generatie voorbij is. Ja, ik kan me voorstellen dat je zoiets doet bij een speler die een klein beetje beter is, maar niet bij de beste alle tijden. Wat nee. Die in mijn ogen okay. toch is. Maar dat was out of the box, hè? Nee, ik waardeer je input, dat weet je. Maar gaan ze het halen? Ja... Ik zeg gewoon nee. Ze hebben maar drie keer een hele carrière gewonnen bij... Carrière? In hun bestaan bij Ecuador. Ik denk, ja, want... Hun mazzel is echt die groepen hoe het nu verdeeld zit. Alleen ze gaan zelf niet eens winnen. En dan is er niks aan de hand voor die anderen. Misschien dat Paraguay er nog tussen wurmt. Ja, dat zou bijzonder zijn. Die redden zich, we hadden het er net al even over met Jack. Die stonden achter in de laatste minuut tegen Colombia. En toen pakten ze hun laatste kans. Ja. Oscar Cardozo die nog voorbij kwam. Blijkbaar nog rondhobbelt. Nee, het is echt wel... Wat ik het allermooiste vind is aan dit. Dat je jaar in jaar uit, weet je, met jezelf tegen... Dat zijn historie, dat zijn... Het maakt ook niet uit of dat land even goed gaat of niet. Die haat die mag die niet. Maar je krijgt echt wat. Bij ons moet je altijd maar kijken wie je loopt. En dan krijg je Letland, krijg je Estland. Ja. Niet echt die bonding. Dit is wel gewoon mooi. Ja, en de winnaar, of tenminste de play-off speler, die gaat naar Nieuw-Zeeland. Daar is Nieuw-Zeeland hartstikke blij mee, denk ik. Ik wou net zeggen, die zijn natuurlijk historisch gezien dat ze bepaalde landen krijgen. Ja, maar die dachten van, dat Australië is nou een keer weg, nu is het onze tijd. En dan krijg je dit. Ja, want zij hebben die nummer 5 heeft ook wel eens gespeeld tegen Azië, geloof ik. En is er nog een loting of zo? Gaat eraan vast? Ja, ik weet het niet precies. Dat, ben je altijd wel gewoon mooi zuur, want het zijn altijd. Ze loten nooit Europa, zeg maar. Nee, het is alles of niks. Ja, ja. Precies. Nou, we gaan het in ieder geval zien komen. Dinsdag 2:30 beginnen alle wedstrijden. Te zien bij Fox Sports, geloof ik. Ja. Dus ja, ik blijf er wel even. Ik hoop dat ze gaan schakelen, maar ik weet niet of. Ja, dat zou mooi zijn. Als we dan gaan kijken naar de simpel quiz. Zal ik even de vraag van vorige week voorlezen. Het Nederlands elftal zag dit kalenderjaar al 2 spelers van het veld worden gestuurd. Met Matthijs de Ligt en Kevin Strootman. In welk jaar incasseerde Oranje liefst 4 rode kaarten? Kan het zijn dat het 4 keer Nigel de Jong was? In 2008 of zo? Nee, ik weet het antwoord niet, maar ik durf te zeggen dat hem niet is. Gaan we even naar het antwoord kijken. En Jacobus Thomas heeft hem goed. In 1999 kregen Peter van Vossen, André Ooyer en 2 keer Edgar Davids een rode kaart. Toen hadden ze ook een oefentrip naar Brazilië, meen ik. En daar eindigde ze geloof ik met 9 of 8 man de wedstrijd. Moet het wel bond maken hoeveel Peter rood hebben gepakt, hoor. Ja. Peter was een beetje met zichzelf bezig, of tenminste met de zijlijn bezig. Ik durf het niet te zeggen, maar Jacobus Thomas, jij wint een voetbalcultureshirt. En van harte gefeliciteerd en hij komt zo snel mogelijk naartoe. Dan gaan we nu kijken naar de vraag van deze week. Hey, met Anne. Welkom bij de Simpel Quiz. Welke antwoorden horen op de stippellijntjes? Lionel Messi had op 19-jarige leeftijd al 2 iconische Diego Maradona-momenten geëvenaard. In april 2007 trof hij een eerste doel tegen... ... na een briljante solo. Enkele weken later scoorde hij met de hand tegen Espanyol. Barcelona liep ondanks die illegale goal de landstitel mis. De Catalanen moesten in ... hun meerdere erkennen. Nou, dat was echt een hele lange vraag, maar weet jij toch het antwoord wat op de stippenlijntjes moet? Laat het ons dan weten via onze social kanalen met de hashtag FCAfkikken. En dan maak je kans op zo'n super tof voetbalculture shirt. Houdoe! Puntos. Ja, puntos. Nou, dat was inderdaad een hele lange vraag. Maar als je nou het antwoord weet, stuur hem dan in met hashtag FC Afkikken. En misschien ben jij wel de winnaar, net als Jacobus deze week, van zo'n prachtig voetbalcultuur. Jezus, dat was Bilbao, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dan moet ik bij Bilbao en Maradona toch vooral denken aan die schoppen die hij kreeg. En toen die gigantische knokpartijen. Nou, maar goed, nu gaan we heel ver terug. Laten we lekker naar Afrika gaan. Nou, gezellig. Ja, nee, altijd gezellig. We hebben het van de week lang over de kwalificatie gehad in Afrika. Ja, en dat het best wel voor het aantal landen dat daar zijn, dat het best wel een moeilijke opgave is om je te plaatsen. Ze hebben niet zoveel tickets als je naar verhouding kijkt, denk ik. En daardoor zijn wel echt de beste landen van het moment aanwezig, zeg maar. En er is er eentje pas zeker. En dat is Nigeria, als ik het goed heb. Ja. Een jonge ploeg, getraind door een Duitse Franser, kwamen we. Ik riep mijn naam op en jij veranderde hem even. Ja. En zij hebben natuurlijk, daar hebben we het vrijdag ook over gehad, dat ze in Afrika nu heel actief
talentvolle jongens aan het scouten zijn met de roots van hun, zeg maar. En dat zijn er ook een aantal bij Nigeria natuurlijk. De Afrikaanse kwalificatie kunnen we natuurlijk maar met één man fantastisch voorbeschouwen. En dat is Bilal Soufiani. Die volgt voor ons altijd de WK-kwalificatie in Afrika. Ik bleef doorlullen. Ik denk, wanneer komt hij nou? Bilal, goedenavond, jongen. Hey jongens, goedenavond. Is Nigeria echt zo'n geweldig elftal als Jordi net doet vermoeden? Nou ja, ze hebben natuurlijk wel... Jordi zei net als, ze hebben natuurlijk een aantal talenten binnengehaald in de afgelopen anderhalf jaar ongeveer. Dat heeft tijd nodig gehad om een team te vormen. Maar inmiddels zie je wel dat die jongens goed geïntegreerd zijn in de huidige structuur van de Nigeriaanse ploeg. En dan heb je het natuurlijk over jongens als bijvoorbeeld zo'n Alex Iwobi bijvoorbeeld, of een Kelechi Iheanacho, die gisteren dan niet speelde. Maar wie gisteren bijvoorbeeld wel zijn debuut maakte, was Ola Aina. Dat is een voormalig jeugdspeler van de Engelse, bij de Engelse nationale jeugdploegen. Dus zijn overstap van de Engelse FA naar de Nigeriaanse nationale ploeg was wat verrassend. Hij debuteerde gisteren met verve voor Nigeria. Dus dat was, voor hun is dat hartstikke mooi. Je merkt dan wel een beetje een domino-effect bij de jongens, hè? Want dat Iwobi dat die eerste stap neemt. Maar één schaap over de dam is, dan volgende meer natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ja, dat zie je over de gele breedte. Hè. Kijk, bij Marokko zag je dat op een gegeven moment ook. Hè. Dan zie je jongens die bereid zijn om steeds sneller te zeggen, nou weet je wat, het is goed, ik ga voor Marokko spelen. Kijk, of er dan druk van buitenaf meespeelt of niet, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Dat is denk ik per individu. Dat weet je wel. Tuurlijk is dat druk. Kom op, jongen. Ja. Die ouders allemaal, je vrienden. Nee, natuurlijk zal er links en rechts wel wat pressie zijn. Kijk, zo'n Ola Aina, die is echt door zijn vader gepusht om voor Nigeria uit te komen. Zijn vader was daar gisteren overigens ook in Uyo, in Nigeria, om naar zijn zoon te kijken. Dus er zal natuurlijk wel wat druk zijn op die jongens. Maar ik wil altijd uitgaan van het beste, weet je, van het positieve. Dus ik denk dat die jongens gewoon lekker voor dat land willen spelen. Weet je. Laten we het over jouw... Laten we even beginnen met Tunesië. Dan gaan we gewoon even... Tunesië? Ja, natuurlijk. Gaan we gewoon even met de aandacht bewaren het beste voor het laatst. Oké. Gewoon. Yes, Tunesië, yes, toch ook wel een verrassend indrukwekkende campagne, of is dat niet zo verrassend? Nou ja, ik vind dat zij van alle wat sterkere landen in Afrika, vind ik dat zij toch een van de makkelijkste groepen hebben gehad. Eigenlijk DR Congo echt als enige sterke tegenstander. Libië is soms een angstgegner, maar ik denk dat Tunesië, die zijn die groep gewoon met verve doorgekomen. Die hebben gewoon gedaan wat ze moeten doen. En die zijn er nu bijna. Die hebben volgende maand spelen ze thuis tegen Libië. En dan hebben ze een punt nodig. En dan zijn ze op het WK. Het ging gisteren, begon het wat moeizaam. Maar ja, dan hebben die jongens dan een Sekni. En dan sluit ze hem ook winnend af met 4-1. Dus die zijn er bijna. Mooi. Nou, als we dan inderdaad gaan kijken naar Marokko. Jefef, brand los. Wij zijn toch wel een beetje voor Marokko nu, hè? Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is ook... Want je zei net al, zeg maar, met de dubbele nationaliteiten gaat het niet lekker. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel feeling met Marokko. Ja, wordt dat een kraker? Geen tegendoelpunten, alles gewonnen. Eigen hand. Je moet nog wel eventjes naar je voorkust. Ik weet het, maar... Noem het maar even snel. Ivoorkust is niet meer zo sterk, jongens. Ivoorkust, dat is niet meer het Ivoorkust wat wij van 2015, 2013 nog kennen, weet je. Die selectie is zodanig afgeroomd. Die missen zoveel... jongens als Kolo Touré, Djadja Touré, Drogba, dat soort jongens, die hebben ze allemaal niet meer. En dat merk je ook heel sterk. Dat merk je. Ik heb de wedstrijd van afgelopen vrijdag heb ik teruggekeken tegen Mali. Omdat ze natuurlijk bij Marokko in de groep zitten. Maar dat was wel vrij pover. Dus qua voetbal was dat echt vrij pover. Er waren wel links en rechts. Hadden beide ploegen wel wat kansen. Maar afwerking is echt drie keer niks. En het is dan ook geen wonder dat die wedstrijd uiteindelijk 0-0 is geëindigd. En omdat Ivoorkust dus 0-0 tegen Mali speelde, was voor Marokko gisteren een mogelijkheid om de koppositie over te nemen in groep C. En ik was gisteren echt sprakeloos, mocht ik best weten. Ik ben in
dit programma wel eens kritisch geweest over Nordin Amrabat. Maar gisteren was dat een van de uitblinkers samen met Boussoufa en El Amadi. Ja, Boussoufa, die wil ik echt nog een keer op een WK zien. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja. Dat is echt al jaren een van mijn favoriete voetballers. Ik ben hem natuurlijk een beetje uit het oog verloren toen hij naar het Midden-Oosten ging en naar Rusland. Maar vroeger bij Anderlecht, daar reed je voor naar Brussel toe. Echt, maar, waar ligt jullie expliciete kracht? Wat is op dit moment... Ja, Ik vooral dat Marokko een collectief is. Dat miste ik eigenlijk in de afgelopen 15, 20 jaar heb ik dat wel heel erg gemist. Dat we één sterk collectief hadden, spelers die voor elkaar door het vuur gaan. Maar spelers die elkaar voetballend ook heel goed begrijpen. Spelers die van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben. Dus op het moment dat een speler een actie inzet en maakt een loopactie, dat de speler aan de bal al weet waar die jongen naartoe gaat lopen. En dat zag je gisteren heel sterk terug. Daarbij hebben we nu in de spits een jongen lopen. Ja, wij hadden het er gisteren al heel kort even over natuurlijk. Khalid Boutayib. Die speelt nu in Turkije, klopt. Nou, die was vorig seizoen was die al on fire, zoals we dat zo mooi zeiden. Met 20 treffers. Ja. Sorry? Of zoals we dat zo mooi op zijn Marokkaans zeggen. Ja. Maar die was dan, die is nu, ik geloof, in Turkije ook weer op dreef. Zeker weten. Dan een man die er gisteren niet bij was. Ja, we moeten er toch even over hebben, want het is in Nederland natuurlijk best wel een item. Wordt er in Marokko nou ook veel gesproken over Soufiane Amrabat? En zijn eventuele keuze? Er wordt zeer zeker over gesproken. Soufiane Amrabat, dat is in potentie gewoon een basisspeler voor Marokko. En ik vind het ook opmerkelijk dat hij gisteren niet was. Ik hoop wel dat hij gisteren gekeken heeft en gezien heeft dat hij, als hij ook echt voor Marokko gaat kiezen en vol voor Marokko gaat, dat hij dan ook in een ploeg terechtkomt die voetballende kwaliteiten heeft, die verdedigend heel sterk zijn. En dat is een groep met potentie voor de komende jaren. En ik denk dat hij daar heel goed bij zal passen. In aanloop naar de wedstrijd lekte er al wat foto's uit van de Marokkaanse training, waarop Nordin Amrabat en de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond met elkaar aan het praten waren. Nou ja, dan wordt er natuurlijk al heel snel gezegd, ja, dat gaat over Soufiane. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar ik heb wel een vermoeden dat aan Nordin wel gevraagd wordt hoe dat nou precies zit met zijn broertje. Jij gewoon persoonlijk, hoop je dat hij voor Marokko kiest? Ja, dat hoop ik wel. Ik kan heel goed begrijpen dat ze bij de KNVB wakker geschrokken zijn. Vooral na Ziyech, dat ze zoiets hebben van, we kunnen nu niet zomaar meer jongens laten lopen. We moeten jongens gaan vastleggen. Maar ik hoop zelf gewoon dat hij voor Marokko kiest. Ik denk dat hij daar het best tot zijn recht komt. Ik hoop vooral dat hij voor zijn hart kiest. En hij is al bij Marokko geweest. Ja. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat zijn hart daar ligt. En misschien ben ik te romantisch, maar ik hoop nog steeds dat leidraad is, in ieder geval voor nationaal elftal. Kijk, wat je op clubniveau doet, ik snap dat je bepaalde offers, weet je wel, qua geld en dergelijke, dat je die niet kan weerstaan. En ik hoop vooral dat je het shirt van je land met trots maakt, met de grootst mogelijke trots die je maar kan hebben. Dus, dat is wat ik gisteren ook echt zag. Dat jongens waren ook echt trots om voor het land uit te komen. En dat is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Hè? Dan was het meer van, ja, Marokko, ja, leuk. Want dan speel je tenminste internationale wedstrijden. Dan ben je een international. En we zien wel waar het schip strandt met Marokko. Maar nu zie je echt dat spelers echt met trots het shirt dragen. En dat de jongens dus ook gewoon met tranen in de ogen van het veld aflopen. Bij het zien van die ambiance, het meemaken van zo'n wedstrijd, ja. Maakt het allemaal een stuk heel mooi natuurlijk. Dus, dan in groep D. Ik begreep dat Zuid-Afrika Senegal overgespeeld moet worden. Nog in deze fase. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat is echt te bizar voor woorden. Zuid-Afrika Senegal, daar heb ik toen... vorig jaar dat ik bij jullie in de uitzending was, heb ik daar toen ook al over gehad. Zuid-Afrika won die wedstrijd thuis met 2-1. Alleen er waren zoveel scheidsrechtelijke dwalingen dat de FIFA besloten heeft dat die wedstrijd overgespeeld moet worden. Dat hebben ze onlangs besloten. Dus die wedstrijd wordt 14 november gespeeld. Dat is dus echt een jaar na dato dat zo'n wedstrijd dan nog wordt overgespeeld.
En ja, dat brengt met zich mee dat, dat ook gezien de uitslagen van de wedstrijden in die groep, dat iedereen in die groep nog het WK zou kunnen halen. Ik weet niet of de regie toevallig misschien een plaatje van groep D heeft. Ja, zeker. Okay. Ja, dan zien jullie dus dat, dat in principe alle ploegen nog, zich nog kunnen plaatsen. Senegal hebben op dit moment de beste papieren. Maar zo'n Kaapverdië bijvoorbeeld, dat speelt nog tegen Burkina Faso. Kijk, mocht Zuid-Afrika winnen van Senegal, want die spelen nog nu een dubbele clash. Die treffen elkaar komen. Nee, Egypte die gaan naar het WK. Ik kijk hier, ik zet hem even net snel aan en ik zie dat het stadion ontploft. Ik zie allemaal blije mensen. Ik zie de 44-jarige keepers die ik als een gek. Ik zie Mohamed Salah hier als een gek. Is het 2-1 geworden? Dus, ja. Oh, ik kreeg net door op mijn oortje dat gelijk was gemaakt, maar het is dus 2-1. Mohamed Salah met een penalty in de 5 minuten in de blessuretijd. Oh, die gaan we dan ook even kritisch bekijken of daar nog een luchtje aan zit in de laatste minuut. Ik vind dat wel heel mooi hoor, want dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Hè, met dat stadion toen met het protesteren en al die doden en dat er niet meer gevoetbald werd en dat ze dan toch... zo snel zich herpakken en eindelijk er weer eens bij zijn. Want ze zijn een van de beste Afrikaanse landen ooit, denk ik. Maar WK-deelnames, de laatste jaren zat er niet in. Zijn eerste sinds 1990? Nee, inderdaad. Dat is op dit moment ook een beetje wat in Egypte rondgaat. De Egyptenaren zijn natuurlijk zeer blij dat ze... Ja, toen ik met Egyptenaren sprak, toen waren ze natuurlijk nog niet zeker. Want die wedstrijd is nu gespeeld. Maar de kans was al heel groot. Mm-hmm. Wat het met Egypte is... is zij hadden in het verleden een geweldige generatie. Dat is ook de generatie die dus 3 keer achter elkaar de Afrika Cup won. Dat is met Ahmed Hassan, Abu Trika, Wal Goma, Hosni Rabdo, Mido en ga zo maar door. Dat was een generatie die bij heel veel Egyptenaren en heel veel volgers van het Afrikaans voetbal echt in het geheugen geschrift staat. En zij hadden liever met die generatie naar het WK gegaan dan met deze. Maar dat neemt niet weg dat deelname aan het WK voor Egypte gewoon... dat het geweldig is. Want het is natuurlijk 1990 in Italië voor het laatst geweest dat zij deelname aan het WK. Toen was ik nog niet te gek voor woorden. Nee. Als we dan even gaan kijken naar de clash in Azië, moeten we zeggen. Syrië-Australië. Syrië is een team wat op voorhand eigenlijk heel erg mijn sympathie had. Maar toen begreep ik dat het iets anders ligt, hè? Ja, kijk, Syrië heeft ook mijn sympathie, om eerlijk te zijn. Maar dan vooral vanwege het Syrische volk. Kijk, Syrië is nu al ruim 5 jaar verwikkeld in een burgeroorlog. Een heel bloederige burgeroorlog. En die mensen, de mensen daar in Syrië, die snakken gewoon naar iets anders. Weet je? Een keer iets anders dan oorlogsnieuws. Nou, dan zie je dat ze dan in de eerste wedstrijd 1-1 spelen. Dat biedt hoop, dat biedt perspectief. Maar ja, de andere zijde van de medaille is wel dat daar jongens op het veld staan... Die eigenlijk in principe gewoon een instrument zijn van de propagandamachine van Assad. Ja, en kijk, er zijn in de afgelopen jaren ook aardig wat voetballers geweest... die besloten om oppositie mee te doen in Syrië. Ja, die kunnen dat op dit moment helaas niet meer navertellen. Die hebben het leven moeten geven, al dan niet tijdens gevechten tegen Syrische leger. Of als gevangenen doodgemarteld. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Dus dat maakt het allemaal een stuk lastiger. Maar ja, mocht Syrië het WK toch halen... Ja, dan ben ik wel blij voor het Syrische volk. En dan is het volgens mij ook voor het eerst dat een land die inmiddels half verwoest is door een burgeroorlog... het toch flikt om het WK te halen. Dus, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zou weten. Maar goed, je hebt ons weer helemaal bijgepraat over Afrika en dus ook buiten Afrika. Bilal, hartstikke bedankt voor je tijd en ik hoop je snel weer te spreken over het Afrikaanse komt helemaal voetbal. Goed jongens. Jullie nog een fijne show, hè? Dankjewel man. Ja. Ciao. Hoi, hoi. En de winnaar van Australië-Syrië, die is er trouwens nog niet. Hè? De eerste wedstrijd is 1-1 geworden, Syrië-Australië. Nu wordt het in Australië gespeeld. En de winnaar daarvan neemt het op tegen de nummer 4 van Noord-Amerika. En dat is eigenlijk zo'n WK-kwalificatie
die eigenlijk nooit echt interessant is. Hè? Dan heb je ook allemaal voorrondes. Curaçao doet daar vaak nog... Ja, daardoor is het de laatste jaren ineens weer een beetje onder het aandacht gekomen. Het is ja, het minst... Ik denk dat ze ook de rechten het minst kunnen wegzetten in Europa. Want je ziet er echt... Je moet je best doen om dit te vinden. Ja, USA en Mexico staan altijd vast. USA heeft het op dit moment best wel zwaar. Costa Rica plaatste zich vannacht in de 95e minuut. De commentator ging helemaal door het dolle heen. Dat is wat ik voorbij zag komen. En ja, dan wordt het Panama of Honduras. Want ja, het gezellige Trinidad en Tobago laat dit jaar afweten. Ja. Ja, Honduras, dat is, ja, ik laat mij dan maar Panama een keer zien, want dat Honduras, die kunnen echt alleen maar tackelen. Je had op een gegeven moment dat je 8 broers van Palacios had je erin lopen. Hè? Maar ja. Goed, het is nu in ieder geval de laatste speelronde, is Panama, Costa Rica en Honduras tegen Mexico. Dus Panama de betere papieren, kan ik je vertellen. De Panama Papers, ja. Keurig, jongen. Dan gaan we nog even naar het totenkaartje kijken, want wij hebben zoals gewoonlijk ook weer wat voorspellingen ingevuld. Hey, hadden we die laatste, hadden we gekozen omdat het zo makkelijk was met Kroatië, Finland. Ja. Gewoon fout. Maar ik had gelukkig wel, ik had Wit-Rusland, Nederland gewoon perfect goed, hè. Uitslagje, ja, op uitslag. Uitslagje 1-3, quote 10.8. Dus ik heb heel wat mensen blij gemaakt, hoop ik. Maar als we dan naar deze week kijken, allebei Wales. Ja, ja, maar dat is gewoon, dat is, Wales leeft bij mij enorm. Het is een soort van mijn derde land. Oké, okay, nou, Finland-Turkije, ja, ik ga volledig mee in jouw fatalisme, zeg dit maar. Het is helemaal ingestort, dat Finland gaat dit winnen, gewoon puur op eer. En Peru-Colombia? Ik zeg gelijkspelletje. Ah, kan spoken in Liwa. Ja. Ja, nee, ik ga voor Colombia. Ja, hoop ik ook. Colombia moet er ook bij zijn, man. Dat vind ik de laatste jaren weer zo'n fantastisch team. Met de selectie die hij net schetst, wil ik dat ook wel graag zien. Hè? Als het allemaal onbekende jongens zijn van een leuke leeftijd, dan lijkt me dat hartstikke leuk om dat te zien. Ja, mooi. Nou, we zijn er weer helemaal doorheen. We zijn weer helemaal bijgepraat door de correspondenten her en der in de wereld. Een paar dagen gaan we weer naar normaal voetbal kijken. Nou, maar er komen nu wel een paar... Ik vind het nu wel leuk, want het is allemaal definitief. En nu wordt alles verdeeld, dus... Al die tijd naar deze... ze moeten daar toch iets op gaan vinden. Ja, maar ik vond het helemaal prima. Jullie ook weer bedankt voor het kijken. Morgen zijn wij er natuurlijk niet met FC Buitenland, nee. Want er is geen buitenlands voetbal. Maar er is dinsdag uiteraard wel weer gewoon een Super League weekoverzicht. Vrijdag is er weer een vrijdagmiddagborrel met natuurlijk Jordi en Niel. En dan zijn we er volgende week zondag weer met een reguliere uitzending van FC Afkikken over de Eredivisie. Ik zie jullie graag weer. Vergeet niet een likeje achter te laten op deze video. Abonneer je even op het YouTube-kanaal van FC Afkikken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie graag weer bij een van onze uitzendingen. Ciao! Yeah.